Een zweefvliegtuigje is zondag neergestort bij vliegveld Eindhoven. De piloot raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Hij of zij zou last hebben van rug en voeten. Het toestel zou in een sloot op het vliegveldterrein zijn terechtgekomen. Dat meldt de politie. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook de gevolgen voor het vliegverkeer zijn nog niet bekend. Veel hulpverleners zijn uitgerukt. Een traumahelikopter is ook al geland, meldt een ooggetuige. Het is onduidelijk hoeveel personen er in het vliegtuigje zaten. Voor de laatste updates kijk je natuurlijk op ed.nl.